Om 4:15 op de vroege zondagmorgen werd de brandweer van Wolvega opgeroepen voor een agrarische brand aan de Markenweg in de Blessen. Bij aankomst van het eerste voertuig was het al een uitslaande brand. Een grote boerderij stond volledig in brand. Er werden snel meer brandbestrijdingsvoertuigen opgeroepen. De korpsen uit Oldebekoop, Steenwijk, de wijk Koekangen, Vledder en Oldemarkt kwamen naar de brandlocaties toe. De boerderij ligt een aantal honderden meters van de openbare weg af. Er moesten veel slangen worden uitgerold om de brand te kunnen bestrijden. Ook werd een groot watertransport in gereedheid gebracht. Van de boerderij bleef niets meer over. Alles is volledig verloren gegaan. De boerderij was niet bewoond. De dienst forensische opsporing stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. De politie sluit brandstichting niet uit.